Etsen en tekeningen bekijken van Rembrandt, dat kan niet elke dag en overal, maar wel in de prachtige oude kerk van Zwijndrecht tijdens de manifestatie Reformatie, Rembrandt en Bach. De tekeningen komen uit een Rembrandt-bijbel, uit particulier bezit. Nou, die komt uit mijn collectie, die heb ik ooit op de kop getikt in een winkeltje in Leeuwarden. En ik zag op internet dat ze een losbladige bijbel uit 1910 hadden van Rembrandt. Ik denk snel naar Leeuwarden en die bijbel kopen. En ik kon hem dus inlijsten, omdat de bladen allemaal los waren. Dus ik heb nu opeens een privécollectie van etsen en reproducties van Rembrandt. Dominee Riemersma uit Sliedrecht is een echte kenner van het werk van Rembrandt. Hij schreef er zelfs een boek over. Ja, deze ets die is qua compositie ongeveer hetzelfde als de nachtwacht. Vanuit een poort komt Haman tevoorschijn en met een handgebaar wat lijkt op het gebaar van kapitein Ballenkok van de nachtwacht, leidt hij Mordechai rond. En wat ook heel grappig is, dat Rembrandt zichzelf in de loge heeft gezet met zijn Saskia in de rol van koning Ahasveros en koningin Esther die naar dat schouwspel kijken. Deze tekening stamt uit hetzelfde jaar dat Rembrandt de nachtwacht schilderde. En dit is wel een van zijn bekendste werken. De 100 gulden prent. Ja, Rembrandt heeft ooit 100 gulden moeten betalen op de markt om zijn eigen prent terug te krijgen. Christus in het midden, van hem straalt licht en vrede uit. Allemaal mensen met ziekte en een handicap komen naar hem toe. En links zien we dan de fariseeën die met een ironische blik zich afkeren van Christus. En dat is ook zo mooi. Rembrandt speelt met het licht. Christus staat in een zacht, mild licht. En de fariseeën in een koud licht. Van ze weten het beter. De expositie in de Oude Kerk van Zwijndrecht is nog te zien tot 15 november. En wordt vrijdagavond opgeluisterd met een concert van het Dutch Baroque Orchestra.